Oh, schaam je je nu? Hey. Jammer de bamer. Bij het kampvuur kwamen er allemaal vreemde wezens en zo, dus... Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op Eefje Beleefje. Ik was net even heerlijk een kopje koffie aan het drinken en ondertussen op mijn telefoon aan het kijken wat voor beeldmateriaal ik gemaakt had voor deze video. En eigenlijk kwam ik erachter dat ik afgelopen week bijna niets gevlogd heb. En dat kwam mede door het weer natuurlijk. Onze binnenbak is weg en onze buitenbak staat onder water. Dus helaas was er niet veel te rijden. Maar ik heb wel twee ontzettend leuke dingen gedaan waar ik wel wat beeldmateriaal van heb. Dus dat gaan jullie straks even zien. Maar ik ben hier dus thuis in de ontdekking dat ik dus dat beeldmateriaal niet heb. En toch wil ik voor morgen een vlog voor jullie online zetten waar jullie dus nu naar kijken. Dus ik bedacht me, wat heb ik nog niet verteld wat ik wel aan jullie wil laten weten. En ik bedacht me, we hebben laatst gevraagd aan jullie in de vlog of jullie het leuk zouden vinden of Evina een Star Stable video op zou nemen. Omdat we dat bij andere YouTubers zien. En ik dacht, ja, waarom doen wij dat niet? En Evina wil ook heel graag weer meer gaan doen met vloggen en met editen. Dus ik vind dat een mooie kans voor haar om beter te worden in vloggen en editen. Dus zij is daarmee bezig gegaan. Ik hoor op de achtergrond en ik word er een beetje knetter van. De wasmachine draait en nu stopt het net weer een beetje. Ik was gisteren met mijn gewone jas naar de paarden gegaan. Om ze even gauw binnen te zetten. Maar het regende, het was vies weer. En vanmorgen trok ik mijn jas aan en toen schaamde ik me kapot. Want mijn hele jas was dus vies, modderig en nou, toen maar. Allemaal spetters en... Dus die heb ik net even in de was gegooid. Waar was ik nou met mijn verhaal? Ja, Evina is dus Star Stable gaan installeren. En ze heeft een green screen van ons gekregen en een goede microfoon. En we zijn bezig gegaan met hoe werkt dat dan? Hoe stream je terwijl je ja, voor de camera zit. En tegelijkertijd jezelf ook met zo'n klein beeldje erin hebt. Nou heb ik er echt de ballen geen verstand van. Maar Johannes wel, dus die heeft haar daar een stukje mee op weg geholpen. Maar ja, toen kwam zij er eigenlijk gaandeweg dat spel achter dat het spel niet echt iets voor haar was. Er kwamen wat enge dingen in voor wat ze helemaal niet fijn vond. En, maar goed, we gaan zo even naar haar kamer, want ze is op dit moment ook bezig met iets anders leuks voor jullie. Ze gaat dus iets anders streamen. En ik ben er zo trots op dat zij eigen initiatief neemt daarin en op zoek gaat naar alternatieven. En ik wil jullie ook even een update geven over Chris. Want inmiddels is het... Even denken, het is nu vrijdag. Als jullie dit zien is het zaterdag. En dan is het dus goed een ruime 3 weken terug dat hij is gecastreerd. Nu gaan we eerst even naar Evina toe. En kijken wat zij aan het doen is. En misschien kan zij er zelf ook iets over vertellen. Oh ja, terwijl ik opsta zie ik dit hier. En dat wil ik jullie ook nog even laten zien. Ik vind het zo super lief. We hebben op stal... Een hele lieve meid en onze grootste fan. En daar heb ik deze mooie kaart van gekregen toen Stacy net ingeslapen was. En deze heb ik natuurlijk zelf gemaakt. Voor de kijkers die niet weten wie Stacy is. Stacy was mijn vorige paard. Nou, ze was eigenlijk nog een pony. En wij hebben haar helaas op die datum in moeten laten slapen. Omdat zij artrose in haar benen had en heel erg veel pijn. En toen kreeg ik deze lieve kaart van mijn allergrootste fan. En nu heeft zij deze mooie foto van Lodi aan mij gegeven. En die hangt hier dus op een heel speciaal plekje aan onze muur. Waar wij alle kaartjes en alles wat we krijgen, wat de kinderen maken, aan bewaren. Nu gaan we even naar boven. Hey, Evina. Ik kwam even bij jou kijken. Ja. Waarom? Mogen we even op jouw kamer kijken? Ja, het is wel een hele grote rommeltje, want ik heb net gespeeld, dus ja. Jij hebt gespeeld? Ja. En wat heb je gespeeld? Ik heb met een Playmobil gespeeld dat mijn paard een veulen kreeg en die is nu helemaal opgegroeid. En, ja, dat. Laat eens zien. Dit misschien vinden de kijkers het ook wel leuk om daar wat meer over te... Over te zien als jij gaat spelen. Dat zou kunnen, ja. Maar dit is mijn paard. Laat het even weten in de reacties, jongens, hieronder.
Als je het leuk vindt om samen met Evina met de Playmobil te spelen. Ja, dat is je paard? Ja, dit is mijn paard. Ja. En deze heb ik voor mijn verjaardag gekregen met deze set van de paardenbus. Ja. En dit was mijn veulen, maar nu is het een volgroeid paard. Ja, hier is eigenlijk niets bijzonders aan. Okay. Hij lijkt wel een beetje op Fife. Vind je? Een heel klein beetje. Hé, en ik zie hier een kabel liggen. En die loopt helemaal zo over jouw kamer die kant op. Mm-hmm. En dan heb ik net aan de kijkers verteld dat jij staartstabel zou gaan doen. Maar dat toch niet doorging. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik wou dus eerst staartstabel gaan spelen met jullie. Maar toen had ik dat dus geïnstalleerd. En toen heb ik daar een video over gemaakt. Maar die is dus niet online gekomen. Omdat in de nacht bij het kampvuur kwamen er allemaal vreemde wezens en zo. Dus ja, dat heb ik toen, ik wou het toen niet meer spelen, want ik vond het niet goed. Je vond het eng? Ja. Oké. En toen ben je op onderzoek gegaan? Mhm. Want jij wilde toch nog editen en foto's maken? Mhm. Kijk eens, hoe schattig trouwens. Dat staan even naar de stokpaardjes, dat doet ze ook. Je wilde toch nog video's maken en editen? Mhm. En toen? Ja, en toen ging ik dus op Google opzoeken naar leuke paardenspelletjes. En toen kwam ik uiteindelijk uit bij de Sims. Dus toen hebben papa en ik de Sims geïnstalleerd. En dat was een heel gedoe, want het lukte eerst niet. En ja. Oké. Ja, het was heel erg moeilijk om dat te doen. Maar jij hebt nu dus hier iets geïnstalleerd op een computer. Nou goed, dat gaan we verder dan maar niet nog even laten zien. Maar jij gaat dus Sims spelen met paardenhouderij? Ja. En dat ga je dus vloggen voor de kijkers en online zetten? Mm-hmm. Wij zijn erg benieuwd wat dat gaat worden. Dat hebben jullie dus nog te goed van Evina, dus dat kunnen jullie binnenkort verwachten. En nu ik hier sta, leuk hè? Dit is een fotomuur van allemaal paarden die Evina mooi vindt. En jullie hebben de laatste update nog niet gezien, dus die ga ik ook even aan jullie laten zien. En misschien kan Evina daar even ook wat meer over vertellen. Jullie zien hier namelijk aan de muur een foto van haar met Polly toen ze nog heel klein was. En deze hadden jullie al wel een keertje gezien in een andere vlog. En deze hebben jullie gezien, misschien herkennen jullie die nog. Die heeft Evina voor de verjaardag gekregen van Betty en Nathalie op stal. En dat is eigenlijk de bedoeling dat die aan stal hangt, net als bij de stal van Miranda. Maar Evina vindt hem mooi voor op haar kamer. En dan zien jullie deze. Tadaa! Tadaa, zegt ze. Die staat niet in beeld, dus ik zie niet dat je tadaa zegt. Maar goed, nog een keer. Ja, dit is dus een heel dichtbij. Ja, zien jullie? Het is een diamond painting. En deze diamond painting heeft ze van mijn oma gekregen. Ja. En dat is intussen al wel weer 2 jaar geleden toen ik die kreeg. Volgens mij een jaar. Ik weet niet meer heel precies, maar zoiets. En ik heb hem dus nooit afgemaakt, maar nu is hij eindelijk af. Dus nu hangt hij hier. Heeft hier een mooi plekje gekregen en hangt hij mooi. Ja, heel leuk. Het is dus Fife. En hij is een beetje grijs uitgevallen, hè? Mm-hmm. Maar goed, wel heel mooi. En achter jou zie ik ook nog dezelfde foto's die beneden hangt van Stacy. En ik zie jou nu dubbel in de schittering, zie je dat? En dit is Avila. Dat is Evina, haar pony die ze voor Fife had. Nou goed, ik ga weer naar beneden. Ja. En veel succes hè, met vloggen. Bedankt. Terwijl ik naar beneden ga om jullie een update over Chrisje te geven, gaan jullie even kijken naar beelden die ik afgelopen week heb gemaakt. Afgelopen zaterdag stuurde ik een appje in onze stal WhatsApp. Wie heeft er zin om met mij en Lodi een bosritje te gaan maken? En daar ging ik dan. Onze eerste staprit sinds tijden door het bos. Het was mega spannend, maar ik zat bovenop hem hier het bewijs. Het ging super. Wat is dat, een boom hè? Ja, spannend hè? Nou, we doen het goed hoor. Knap hoor. Oh, er komt een mens.
Aan mijn zenuwachtige gepraat merken jullie wel dat ik het ook echt heel erg spannend vond. Nu kijken jullie naar beelden van Evina en Vive en die rijden in onze eigen buitenbak. Woep woep. Dat was maar van korte duur. Maar goed, maandag en dinsdag ben ik dus bezig geweest om onze buitenbak helemaal watervrij en mooi gesleept te krijgen. Zodat wij weer konden trainen in onze eigen buitenbak, omdat we geen binnenbak meer hebben. Woensdagochtend en dan kom je weer op stal en dan heeft het een nachtje geregend. En dan ziet de bak er zo uit. Jammer de bammer, we kunnen de slangetjes weer in de bak gaan leggen en weer van voren af aan beginnen. We gaan nog even kijken of de les van Evina wel door kan gaan vanmiddag. Misschien dat we op de orka-ruiters kunnen gaan rijden. De bak bij Irina is helaas ook te slecht. Dus ik ga even een paar lazen aandoen en dan even de slangetjes in de bak leggen. En we zien wel even of de les van vanmiddag door kan gaan. En anders volgende week maar weer. Nou jongens, het is woensdagmiddag. En Evina trainen laatste sessie gaat. En ik ben even op Lodi door het bos. Samen met Anouk. En met Evina op Vive. En dat ben ik. En kijk eens hoe blij ik kijk. Het gaat hartstikke goed met Lodi in het bos. Hij kijkt wel heel erg zoals jullie zien. Maar en heel terecht zei Evina net, mama, je moet op Lodi letten als je er niet af wilt vallen. Dus ik doe de camera weg, maar ik wilde dit toch heel even kort voor jullie filmen. Knap hè? En dit gebeurt dus als ik de trap af wil lopen. Dan ligt er iemand in mijn pad. Ja, doe maar. Want ik ga over jou vertellen. Doe maar. Chris ligt heel graag op de trap. Dus als wij een keer de deur vergeten dicht te doen, dan ligt hij op de trap. Hé Chris? Zoals gezegd, een update over Chris. Chris is een 2-jarige reu, Pomeriaan, oftewel keeshond. En niet heel erg klein, zoals echt een mini Pomeriaan. Ja, wat zeg ik allemaal, hè? Wat ruik je? Ja, ik heb net koffie gegeten. Gedronken en koekjes gegeten. Wil jij ook wel, hè? En hij is heel erg lief. Wij hebben hem gekocht. Wil je dat nou allemaal zien? Dat is echt al heel veel vlogs geleden, maar dat kan ik hier wel even in het i'tje zetten. Toen wij Chris gingen ophalen als pup. Maar wij hebben hem gekocht als soort van herdenking, viering voor ons 15-jarig huwelijk. Ons kristallen huwelijk. En daarom heet hij ook Chris. En dus afkorting van kristallen huwelijk, Chris. En hij is dus inmiddels 2 jaar. En we hebben Chris ongeveer 3 weken geleden laten castreren. En dan zou je afvragen, nou waarom wil je dat? Waarom heb je dat gedaan? Wij hebben dat gedaan omdat Chris heel veel mannetjesgedrag had. Hier thuis, maar ook buiten. Tegenover andere honden. We denken dat Chris een trauma heeft opgelopen in zijn puppytijd. Want hij wordt heel erg wild tegen andere honden. Hij kan niet zo goed met andere honden omgaan. En dat is ook echt wel een probleem. En wij hebben dat probleem al gezien toen hij op puppycursus zat. Dat hij heel raar eigenlijk naar andere honden reageerde. Ja, wat zeg ik nou over jou hè? Ja, hij bijt niet. Dat doet hij dus niet. Absoluut niet. Maar hij wil wel aanvallen. En nou, heel vreemd. Maar wij hebben dus besloten... Ja, ga maar liggen. Mag wel. Wij hebben besloten om hem dus te laten castreren in de hoop dat dat gedrag zou afnemen. Dat hij in ieder geval vanuit zijn lichaam, zijn hormonen, zijn testosteron zou afnemen. En daarom minder de drang heeft om echt mannetjesgedrag te laten zien. Maar hoe is dat nou gegaan? Hij is bijna 3 weken geleden geopereerd. En toen hij thuis kwam was hij natuurlijk nog heel erg moe. Hij heeft toen ook heel veel geslapen. Maar hij ging heel veel likken. Hij bleek zijn hechting eruit gelikt te hebben. Dus toen is hij opnieuw gehecht. En heeft hij een kap omgekregen. En nu is hij echt helemaal weer hersteld. Hij is nog steeds dezelfde hond. Maar wel met minder die drive erachter. En
ja, we zijn heel erg blij met hem. En hij is nu ook best wel vies, want hij is gisteren mee geweest naar de boerderij met de regen. Maar we zijn heel blij met hem en hij is nu veel zachtaardiger in zijn gedrag. Hij laat geen ritgedrag meer zien. We zijn blij dat we deze keuze voor hem hebben gemaakt. En nu kunnen we gaan werken aan zijn gedrag. Wat doe je nou allemaal? Ik probeer een verhaal te houden voor de kijkers. Ga je mijn hand likken terwijl ik zo zit te doen? Oh, schaam je je nu? Met deze beelden van een knuffelende Chris wil ik deze vlog afsluiten. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren en ook even een reactie achter te laten over wat je bijvoorbeeld van Ivina Kamer vond. Of van dat ze met Playmobil ook vlogs wil gaan maken. Of de vlogs met de Simstreams. Laat het even allemaal weten in de reacties. Vinden wij hartstikke leuk om te lezen. En tot de volgende vlog!